In Beringen wordt een prikkelpad aangelegd. Dit is een zintuigprikkelend pad met diverse natuurelementen voor mensen met en zonder een beperking. De mensen die hier komen, de bezoekers, die kunnen tastbaar voelen, die kunnen ruiken, die kunnen proeven en die kunnen gewaar worden. Het idee om een prikkelpad in Beringen te realiseren ontstond na een wandeling door het prikkelpad in de zusterstad Beringen in België. De initiatiefnemers, het gehandicapte platform, de gemeente Peel en Maas en het dorpsoverleg waren ervan overtuigd dat dit ook in Beringen kon. Alleen hebben wij zelfde elementen gebruikt, maar we hebben ook andere elementen. Naar eigen idee, zeg maar. Maar het is, in principe is het ontleend aan het prikkelpad in België. Het pad komt aan het Marespeetje in het natuureducatief centrum De Boswachterij De Kieviet. Herman en José van Dijnen, de initiatiefnemers van het prikkelpad in Beringen en eigenaren van De Kieviet, ontvingen onlangs een cheque vanuit het Fonds Maatschappelijke Projecten van de Rabobank om het project te bekostigen. Nou, wij zijn van mening, dus Boswachterij De Kieviet, dat alle mensen met of zonder een beperking het recht hebben om in de natuur te vertoeven. Ze moeten de natuur kunnen ontdekken en gewaar worden. Mogelijk wordt het prikkelpad 2 dagdelen in de week opengesteld voor het publiek. Het is de bedoeling dat het pad op 16 juli wordt geopend.